Dag mensen, een hele goede morgen en welkom bij Koerskijken met John. Ik ben de Bitcoin Consultant en dit filmpje is educatief inhoud en geen financieel advies. En het is vandaag maandag 7 september en we beginnen weer een nieuwe week natuurlijk. En we beginnen met de Fear and Greed Index en daarna gaan we kijken naar de Bitcoin koers. En we zitten nog steeds op die 41 wat in dat veergebied zit en dat is niet veel veranderd ten opzichte van vorige week. En als we doorgaan naar de wekelijkse grafieken, ja, want we hebben net een candle close gehad van de afgelopen week. En die is hier in die golden pocket regio gesloten. En normaal gesproken zeg ik ook, nou dat is positief. Dat willen we graag zien in de uptrend. We zien een stijging, we zien een pullback naar de golden pocket regio. En vaak zien we daar dan wel een trend reversal. Alleen op dit moment ja, is het ook afhankelijk van andere markten. En eigenlijk zie ik... Ja, er zijn drie scenario's naar mijn mening, hè, waarbij we boven de 10.000 moeten blijven. Als we onder die 10.000 vallen, dan gaan we door richting de volgende support die op de 9700 zit. Waarbij ik ook verwacht dat we naar de 9600 zullen gaan om de CME Futures Gap te sluiten. En als we dat niet als support kunnen houden, dan zit de volgende target op 8700 tot 8800. Wat samenvalt met die 50 moving average op de wekelijkse. En als je ook... kijkt daarna, dan zie je dus ook dat dat samenvalt met een hertest van die neerwaartse lijn waar de koers al sinds 4 december 2017 eigenlijk onder is gebleven. En daar zijn we nu eindelijk boven gebroken en op de wekelijkse, op de higher time frame is dat niets anders dan een hertest van een patroon dat is uitgebroken, wat eigenlijk ook nog wel gewoon gezond is. Maar dat betekent dus dat we nog wel door zouden moeten gaan naar beneden. Dus dat op de wekelijkse in ieder geval. En we zijn ook daarbij weer onder die 10.500 gesloten. Hè, waar we net boven juist waren gekomen. En dat is voor de korte termijn in ieder geval bearish. Dus op de CME Futures grafiek zien we het volgende. Hè, dus vorige week, nee, een tijdje geleden hebben we die gap gemaakt op 9.615 tot en met 9.925. En we zien dat er voor dit weekend een nieuwe gap is ontstaan tussen de 10.425 en 10.620. Dus doe je beste gok voor welke we eerst gaan sluiten. En persoonlijk heb ik het vermoeden dat we eerst hier kunnen sluiten, dat we een bounce omhoog krijgen, waarbij iedereen denkt, oh ja, we kunnen instappen om vervolgens daarna pas die CME gap te vullen. En of ik heb het in een video op mijn kanaal gedaan, of vorige week vrijdag al, wat je vaak ook ziet met zo'n gap zoals deze, is dat je erin komt en dan denkt iedereen, hey, hij is gesloten. Vervolgens krijgen we inderdaad weer een bounce om mensen weer bullish te krijgen, stappen ze weer in en vervolgens krijg je daarna de echte sluit van de gap. Dus dat is wat we regelmatig hebben gezien. En daarnaast zit er ook nog een kleine gap op 7610 tot en met 7665 die nog niet gesloten is. Goed, wil je leren traden? Doe dan zeker de kennismakingscursus. Kost je niks, behalve wat tijd, maar je leert in ieder geval wat traden is en een solide basis over bijvoorbeeld trendlijnen, hoe je die kunt tekenen, wat candlesticks zijn en hoe je die kunt lezen. En als je de volledige cursus wil doen, dan vind je de link onder de video. En als je de cursus hebt gedaan, kom je ook in de premium Discord community terecht. En dan krijg je ook updates over het weekend heen en over de dag als er iets belangrijks gebeurt. Goed, dan gaan we door naar de dagelijkse grafiek van Bitcoin. En ik had eerder al gedeeld dat ik hier eigenlijk dus iets van een bear flag of een rising wedge verwacht. Waarbij de koers richting die 11.200 kan gaan. Maar zoals je ziet zijn we eigenlijk meer zijwaarts gebleven. En zitten we nu weer tegen die support aan van de $10.000. Dus wat je ook kunt krijgen is dat we hier eigenlijk een beetje zijwaarts blijven bewegen. Een beetje consolideren. En dat zien we dus eigenlijk altijd na een flinke daling of verstijging. Dus hier had je een... een beetje scheef. Ja, dus hier had je een stijging, consolidatiefase. En daarna kreeg je weer, of hè, hadden we nog steeds het potentie om omhoog te gaan. Maar we zijn naar beneden uitgevallen. En ook hier zie je eigenlijk een hele lange consolidatiefase na de stijging. Nou, vermoed ik dat dit misschien niet zo lang kan duren. Of zal duren. Maar het is wel mogelijk. Hoe dan ook, waar ik in ieder geval naar kijk is, als we boven die 10.500 kunnen komen en support kunnen maken, dan verwacht ik dat we in ieder geval door kunnen gaan naar die 11.200. En als we hier door die $10.000 naar beneden vallen, dan is de volgende target waarschijnlijk de midrange, tussen de top hier en deze range hier, eigenlijk de range low van deze beweging hier. Dus we zitten nu op die support, zijn we aan het bewegen. We zijn eronder geschoten, maar we zijn er niet onder gesloten. En
Dus als we hieronder gaan sluiten, bijvoorbeeld hier op deze trendlijn, dan verwacht ik dat we ook door zullen gaan naar die 9500 en ook die CME gap gaan vullen. Maar het kan zijn dat we eerst nog een tijdje zijwaarts blijven bewegen hier voordat we een richting gaan kiezen. En nou ja, als we hier komen, dan zitten we dus ook onder deze hele range, of dan zitten we in deze range, dan zitten we weer terug in ieder geval in dit gebied tussen die 10.000 en de 8800, dan is het ook zeker mogelijk dat we eerst nog die 200 moving average gaan testen. En want je ziet dat die koersen die spelen met die gele lijn, met moving averages, en gaan ze altijd weer opzoeken. Dus dan zouden we ook zeker nog wel een verdere pullback kunnen krijgen naar de 200 moving average. Nou is het natuurlijk ook afhankelijk van de andere markten, daar gaan we nog heel even kort bij stilstaan zo direct. Maar dat zijn de twee of drie situaties waar ik naar kijk in ieder geval. Eerst nog het consolidatie voordat we een uitbraak of naar beneden krijgen richting die 9500 tot 9500 eigenlijk wel 9600. En anders gaan we door naar die 11.200. Maar zelfs als we hier naartoe doorgaan, dan is dat nog steeds een low high ten opzichte van de laatste high. En als we de bodem hier breken op 9855 ongeveer, dan hebben we ook een bevestigde dagelijkse downtrend. Excuses. Dan op de 4, wat zien we hier? We zagen van het weekend dus een rising wedge. Die is naar beneden uitgebroken, heeft zijn technische target gehaald en is daar zelfs ondergezakt. Dus ga ik even weghalen. Daarna was er een falling wedge te zien met een bullish divergentie op de RSI. En we zagen ook dat we daar een bounce van kregen, maar het is niet een hele sterke bounce wat dat betreft. En we zien ook dat de 12 hiermee blijft weerstand. Dus zolang we hier ook onder zitten, zijn de bulls, of zijn de bears in controle en kunnen we meer downside verwachten, dus meer bearish actie. Dus de falling wedge is wel naar boven uitgebroken, die is gehertest, is daar vanaf gebounced, maar heeft een zwakke reactie gezien. Dus het is best waarschijnlijk dat we dit verder door zullen gaan naar beneden als we deze support hier op die trendlijnen niet houden. Dus dat voor Bitcoin in ieder geval. En als we nog even kijken naar de dollar index, en hier zijn we uitgezoomd op de wekelijks grafiek. En nogmaals, heb je hier dus die rode trendlijn waar de dollar erheen gezakt is. Hè. Dus die gaat ver terug tot in, weet ik veel, hoe wanneer is dat? Even kijken. Hier zo, 2011. Dus daar zijn we ondergezakt op de wekelijkse. En dan zien we ook dus dat we nog wel onder die rode supportlijn zitten. Als we daarboven gaan komen, wordt het nog wat slechter voor Bitcoin. En dan denk ik dus ook dat we inderdaad die 8800 kunnen gaan bereiken. En als we inzoomen op de dagelijkse, dan heb je dus die falling wedge. En dit deelde ik afgelopen dagen ook in de Discord groep. Dat we afgewezen werden op die 400, of de 200 moving average op de 4 uur. En dat zorgde ervoor dat Bitcoin eigenlijk een bounce kreeg. En de altcoins zijn flink aan het bouncen. En dit lijkt op een fake-out van de falling wedge die we hier zien. Dus in het beste geval ook voor Bitcoin, waarbij Bitcoin dan waarschijnlijk dus het scenario 11.200 kan volgen, is als we hier inderdaad afwijzen op de trendlijn die we nu, waar we nu binnen zijn gevallen, een afwijzing krijgen en eigenlijk een 4 uur downtrend. Dat zou de andere markt in ieder geval een tijdelijke bounce geven. En we gaan nog heel even kijken naar de S&P 500. Want die is natuurlijk extreem overboord eigenlijk. En als we op de wekelijkse zitten, hebben we dus die bearish divergentie met een lagere top op de RSI, hogere top op de koers. En dat lijkt ook te gaan uitspelen. Maar goed, wat we nog niet hebben gedaan, is de laatste low op de dagelijks echt breken. Dus je zou dit eigenlijk een double bottom kunnen noemen. Dus die hebben we nog niet gebroken. En de bulls hebben die dip ook gekocht. Dus het is interessant om te zien. Gaan we vandaag verder dumpen? En zal Bitcoin daar ook in meegaan? En gaat de dollar omhoog? Of gaat de dollar toch iets verder omlaag? Blijven we binnen deze regio voor de S&P 500? En kunnen we vrolijk doorgaan naar boven? Dus dat is in ieder geval waar ik naar kijk op de markten. Ze zijn zeker gecorreleerd, dus die moeten ook zeker in de gaten houden. En dat was het dan ook weer voor deze video. En ik zou zeggen, like de video als je wat aan de content hebt. Abonneer op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En ik zou zeggen, happy trading, een hele fijne dag. En laat in de comments weten welke altcoin je graag zou willen zien voor een analyse op mijn kanaal morgen.